Daar was het. Dus we hadden goed zicht op allerlei druktes, hè. Het was maar wat spannend gisteravond in Park Transwijk. De explosieve opruimingsdienst en de politie kamden met deze speciale robot de bosjes uit. Mensen die heen en weer liepen rondom de auto's, veel lichten. Wij waren nieuwsgierig wat het was. Na urenlang zoeken werden hier dus de wapens gevonden in het park onder de grond. Het is nu nog onduidelijk om wat voor wapens het gaat, hoeveel het er zijn of hoe ze er zijn gekomen. Dat moet allemaal blijken uit het lopende politieonderzoek. Er is dus nog veel onduidelijkheid over de vondst. De buurt is geschrokken en blijft met veel vragen achter. Het overvalt me wel, moet ik zeggen. En met welk doel zou men dat gedaan hebben? Wel bizar dat je dat gewoon in een park gaat doen. Dat had ik hier ook niet verwacht. Dit is gewoon een rustig park en we lopen hier elke dag rond. Dus als er dan opeens wapens liggen, dan klinkt het wel eng, ja. Ook Nel schrikt van de verstopte wapens. Ja, het is natuurlijk iets wat je wel eens in een film meemaakt of een boek wat je leest. Maar als het werkelijk zo dichtbij gaat gebeuren, dan is het toch wel iets om s'nachts aan te denken van hé, wat gebeurt hier zo vlak bij mijn huis?